Welkom, we gaan vandaag oefenen met de systematische naamgeving. Ik begin met de exameneis ten aanzien van structuurformules en de naamgeving. De kandidaat kan met behulp van de structuurformule van een verbinding met maximaal 6 koolstofatomen de systematische naam aangeven en omgekeerd, waarbij niet verder wordt gegaan dan koolstofverbindingen met een onvertakte keten en hoogstens 1 functionele of karakteristieke groep. Het boek gaat verder en de meeste collega's in het land gaan verder en ikzelf in de klas ga ook verder dan deze eis. Dat mag ook, want dat kun je gewoon vragen als docent op het schoolonderzoek, schoolexamen. Maar op het echte examen, zeg maar in het EGI, dan gelden deze eisen. Kun je nalezen hier in de syllabus. Nou, dit geldt voor 2018 en als het nu geen 2018 is, dan moet je de syllabus raadplegen voor het betreffende jaar. Ik heb in dit filmpje aangegeven wanneer het niet behoort tot het eindexamen van 2018, maar het zou dus wel kunnen behoren tot je tentamenstof. Dit is gewoon examen, 6 koolstofatomen op een rij, er zit hier een knik in, maar dat doet er niet toe, het is dezelfde als die. Dit is ook 1 chloorpropaan, de cijfer zo laag mogelijk houden, je kunt van rechts naar links tellen. Die en die is hetzelfde molecuul, als je deze 180 graden draait, dan kom je op die uit. Cijfers zo laag mogelijk houden, als ik van rechts naar links stel, dan krijg ik hier 3 keer een 1. Een 4 en een 6, vandaar 11146 pentafluorhexaan. Het is weer dezelfde als die, want er zijn gewoon 4 koolstofatomen op een rij, dus dit is zelfs stamnaam butaan. En dan hangt hij aan het tweede koolstofatoom, daar hangt zo'n aminogroep. Oké, dit was hem. Bedankt.